Yeah.
eerste bochten van FC Nederland aan eentje van alle zullen. En wie er mee, of wie heeft het grootste achterstand, of wie durft er het laatste in de hebben te knijpen. En ik wil zeggen, toen het was er eentje van de Nederland aanleiding, maar die zit er goed bij en dan komt er toch eentje van alle zullen tussenin. En dat is Robin van Mil met 725. Kan hij in die 441 de Lugos tegen de toeschieter van FC Nederland, kan hij zijn tweede plek houden. Ik laat het aan de lijnjury over, zal niet meevallen. In race nummer 29 alweer is dat hier aan de leiding. Roland Strijk van de FC Amateur. Gevolgd nog eentje van de FC Nederland. Met de 475 is dat iemand anders dan Wesley van Bergen. Hij kan nog een aanvalletje doen op die eerste positie. Dat doen we hier met de 376. Natuurlijk de visie van FC Gelderlandse die tegen de positie stevig genomen hebben. En zoals ik al zei, je moet zorgen dat je bij die eerste vier zit. Bij die eerste vier, want die gaan door naar die finale. We gaan eventjes kijken naar de race nummer 30, Superklasse 14, Koester Koesters. En dan hebben we de baan Chandler van, Daniel van Meijer, Willem van Duisburg, Kevin Stietzer, Lotto Broekweulen en Martin Maas. En eentje van Gelder Rossi hier aan de leiding. En dat is all green balling met 393. Willem van Duisburg, die hier heel aanwezig is. Die zegt van, die eerste plek, die is voor mij en die blijft gewoon voor mij. En dan in de achtervolging met 18, Daniel van der Heijden. Samen met eentje van Nederland. En dan even in het achtergrond, wie er niet zou dat zijn van Gelder Rossi. Is dat met 337, met de voetballer. Ik heb het eigenlijk niet voorstellen, maar het is heel erg zo. Ik wil bijna zeggen die rampje reactie met nummer 6 van de Boebers, die zou ik als eerste op afkomen. Dat was ook zo, totdat hij die twee bochten moest nemen en 395 vloer moest laten gaan. Danny van Duisburg hier aan de leiding van Gelder Rossi. Gevolgd met nummer 6 van de Boebers, rampje reactie. En dan met 422, hij kijkt dus om, heb ik de schaapjes op het droge. Patrick van Kessel van FC Nederland gaat hier als derde eindigen. En dan alweer de laatste rit in de derde pauze. We hebben met top van Dutler, Ruud en Reijers, Sjellam, Roepen, Willy van Duisburg, Aron van Gutsen en last but not least, Jeff Herijers. Wie of wie van FC Nederland gaat daar aan de leiding? Het kan niemand anders zijn natuurlijk. Als 477 van actie komen. Alleen er zit er niemand anders op. Tom van Bumper. Op plek nummer 2 met 723 Arjan van Grinsen. En dan hebben we met 124 Jeff Herijers. Herijers op die derde positie zitten. Ja, dames en heren. We hebben de twee positie erop zitten. Dat was de laatste.